De heer Wilders. Voorzitter, zou ik via u aan de heer Timmermans mogen vragen hoe hij het verklaart dat sinds hij in de oppositie zit het vertrouwen in de politiek fors is gestegen? Ja, voorzitter, dat wil ik ontzettend graag verklaren. Mensen wordt ontzettend veel beloofd en ze hebben nog niet in de gaten dat ze door u, meneer Wilders, in het pak worden genaaid. Zou het zo kunnen zijn dat uw partij, die volgens mij 13 keer onderdeel is geweest van het kabinet, al die 13 keren totaal blind is geweest voor de grootste problemen van Nederland? Zoals bijvoorbeeld het asiel- en migratiebeleid. Zou het zo kunnen zijn dat dat nu nummer 1 staat bij de zorgen van mensen? Samen met wonen en andere problemen staat asiel en migratie op nummer 1. En uw partij was daar altijd de grote afwezige. Uw partij was altijd die mensen pamperde en binnenliet en graag met voorrang huurwoningen gaf en noem maar op. En zou het zo kunnen zijn dat mensen zich realiseren dat als je echt wat wil veranderen in dit land, dat je echt wat aan die asielinstroom wilt doen, dat je dan bij iedereen moet zijn, behalve bij de Partij van de Arbeid. Zou dat ook een reden kunnen zijn? Zou het ook zo kunnen zijn dat bij de laatste verkiezingen, dat mensen echt dachten dat u het minimumloon zou verhogen? Zou het ook zo kunnen zijn dat de mensen in Heerlen dachten dat u echt voor het Zuiderland op zou komen? Zou het ook zo kunnen zijn dat u echt meende dat u een akkoord wilde over vroeg pensioen? Zou het ook zo kunnen zijn dat u het echt meende dat u het aan de onderkant beter zou doen dan wat er nu is? Zou dat ook zo kunnen zijn? Want ik ben altijd bereid om terug te kijken naar het verre verleden. Maar waar we hier nu staan is hoe u bent omgegaan met uw grote verkiezingswinst in november vorig jaar. U belazert de mensen. Het enige onderwerp waarover u wil praten is asiel. Maar al die andere dingen, het kan u niks schelen. En de mensen hebben op u gerekend bij al die onderwerpen. Zou dat niet zo kunnen zijn? Zou het zo kunnen zijn dat u overal over wil praten behalve over asiel? Want u geeft geen antwoord op mijn vraag. Nee. De heer Wilders, laat ik even heel kort toch op uw punten ingaan. De streekziekenhuizen, nou, geweldige stap van de minister van VWS, omdat zij nu die spoedeisende hulp de andere zorg ook uit de marktwerking gaat halen, waardoor de streekziekenhuizen geholpen kunnen worden. U had het over minimumloon en u zet net heel populistisch en mogelijk dat u dan kan verwijten. Ja, dat heeft een hele vriendelijke lach. Maar dat u ervoor heeft gezorgd dat, u zegt net, mensen met een minimumloon gaan er 1 euro op vooruit en de mensen met een ton 38 euro. U heeft vergeten erbij te zeggen dat als u kijkt, en dat staat in datzelfde staatje van de Nibud, dat mensen die net 1 trapje boven de minimumloon zitten, iets meer verdienen dan de minimumloon, dat die ook dan net zoveel op vooruit gaan dan die persoon van 100.000 euro. Die staan op 34 en die persoon, dat is dus een uitkering of werken en 30.000, is 34 keer bijna gelijk als die van 100.000. Dat noemt hij niet. Dat is dus goedkoop. Dat is mooie retoriek. Maar er klopt dus helemaal niets van dat we dat voor die mensen doen. Wij steunen en wij hebben lastenverlichting voor iedereen. En de kern ligt bij de werkenden die vooral rond modaal zitten. Kunnen zien in dezelfde staatjes van de Nibud. Maar nou, voorzitter, terug naar mijn vraag. Waarom wilde u het niet hebben over asiel en migratie? Is dat omdat de mensen van GroenLinks en die werkgroep bij u, die nu een actie tegen u is begonnen, omdat u wat vriendelijk zijn over terugdringen van asiel, is dat de reden? Waar bent u bang voor? Waarom geeft u niet toe dat Nederland een enorme puinhoop is geworden, en dat ze nu u niet aan de macht willen zien, dat ze het vertrouwen in de politiek stijgt sinds u in de oppositie zit, omdat u nul, een hele grote nul aan oplossingen heeft voor het asiel- en migratievraagstuk? Ja, maar de vraag is, als u zo overtuigd bent van uw oplossingen, waarom bespreekt u ze dan niet gewoon in deze Kamer? Waarom probeert u de Kamer buitenspel te zetten? Waarom probeert u de truc van een noodwet te hanteren, terwijl er geen enkele juridische grond is om dat te rechtvaardigen? Als het u dan om gaat om van mij te horen wat wij vinden van asiel en migratie, leg de plannen hier neer. Ik kom dag en nacht met u erover praten. Dan laten wij zien wat we willen. Wij zullen de mensen niet door een ondergrens laten zakken, zoals u wilt doen. En wij blijven mensen als mensen zien. Dat zijn geen postpakketjes die je zomaar over de grens kunt kieperen, zoals u wil. Ja, postpakketjes. Voorzitter, het blijkt nu wel weer dat de Partij van Arbeid en GroenLinks niet het begin van een oplossing heeft
voor de problemen van de ziel. Het enige wat hij zegt is dat wij het verkeerd doen, maar al jarenlang, al decennia lang, al tientallen jaren lang, al 13 keer dat u onderdeel uitmaakte van een kabinet, heeft u er niets van gebakken. Mensen vertrouwen uw partij niet als het gaat om het migratiebeleid. U wil iedereen binnenlaten, u wil de grenzen openlaten, u maakt zich zorgen over het feit dat de moment dat we door een ondergrens heen zakken, en u vergeet te zeggen dat die Nederlander onder die ondergrens heen zakt, die Nederlander kan geen woning meer krijgen, die Nederlander die heeft een probleem met veiligheid op straat, die Nederlander heeft te weinig zorg, daar heeft u het niet over. Ja. En zolang u dat blijft doen, meneer de voorzitter, zolang de heer Timmermans dat blijft doen, zal het vertrouwen blijven stijgen en de tijd dat u niet in het kabinet zit. Ik zal u één ding zeggen, meneer Wilders. Hoed u voor de gevolgen van het breken van zoveel verkiezingsbeloftes. Het vertrouwen van uw kiezers kan ook gaan te paard. En ik weet uit ervaring dat als vertrouwen vertrekt, dat je hard moet werken om het weer terug te krijgen. En daar zijn wij keihard mee bezig. Ik loop niet weg voor de waarheid. Ik loop niet weg voor het feit dat wij heel hard moeten werken om de kiezers die vroeger bij ons hoorden weer terug te krijgen. Dat erken ik ook volledig. Maar ik waarschuw u, ga door met het breken van beloftes en ze lopen bij u nog veel harder weg. Doe dat niet. En als het over asiel en migratie gaat, ik wil heel graag op uw vraag antwoorden. Ik kom daar in mijn tekst ook op terug, maar dan nu even hier. Eindelijk, na jaren soebatten, heeft de Europese Unie afspraken gemaakt over hoe we de buitengrenzen beter gaan bewaken, over hoe we juridisch houdbare afspraken met derde landen kunnen maken en over hoe we ook de vluchtelingen in Europa eerlijk over de lidstaten verspreiden. Maak daar werk van. Dat is een echte oplossing. Denkt u nou werkelijk dat als u hier de grenzen ophoogt, als u hier mensen zelfs de meest fundamentele humanitaire hulp ontzegt, dat u dan ze echt eindeloos over de grens naar Duitsland kan zetten? Wat denk je wat Duitsland erover gaat doen? Of over de grens naar België? Dat gaat niet werken. We komen hier alleen maar uit als we dit gezamenlijk Europees aanpakken. En dan werkt een opt-out juist tegen wat je wil bereiken. Een opt-out maakt alles veel moeilijker. Dus echt, meneer Wilders, als u echt over deze onderwerpen wil praten, doe dat hier in de Kamer. Daar is de Kamer voor. Daar kunt u uw plannen neerleggen. Daar kunnen wij dat vergelijken met onze standpunten. En dan kunnen we kijken waar meerderheden voor zijn. Maar dan komen uiteindelijk wel de feiten op tafel. Feiten, daar moeten we het over hebben, niet over sentimenten. Mevrouw Jezielkes. Oké. Voorzitter. Ik ga er eigenlijk vanuit dat velen van ons met een kater de zomer in zijn gegaan naar het vorige debat. En ik hoop dat velen van ons zich hebben voorgenomen om hier het vooral over de kiezer te hebben. Laten we constateren dat dat nog niet helemaal lekker lukt aan het begin van dit debat. Ik zit naar de heer Timmermans te luisteren en ik moet eerlijk bekennen dat ik niet zo'n cynisch verhaal had verwacht. Het gaat vooral over wat niet deugt bij de ander. Hij belooft in de verschillende interrupties ons net dat hij heus wel gaat vertellen waar hij voor staat. Maar gaat vervolgens alleen maar vertellen wat er niet deugt. Op het moment dat wij juist plannen hebben, concrete voorstellen neerleggen voor die hardwerkende Nederlander waar we voor staan. Ik kom straks in mijn termijn wel terug op wat de heer Timmermans net zegt over asiel en het moet Europees. Over cynisme gesproken, dat zijn dezelfde plannen waar de partij van de heer Timmermans tegenstemde. Maar nu we hier dan zijn en nationaal ook onze zaakjes op orde kunnen krijgen, begrijp ik dat de heer Timmermans ons daar ook niet op gaat steunen. Maar daar komen we straks op. Ik wil graag terug naar de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Maar ik ken de Partij van de Arbeid, voorzitter, als een partij die probeerde te zijn voor de werkenden. En ik had zo gehoopt dat de heer Timmermans die draai terug zou maken. En hij staat hier toch een heel betoog te houden over waarom hij het een goed idee vindt om uiteindelijk bedrijven hier wel weg te jagen, al die banen. Waarom hij het een goed idee vindt om die accijnsverlagingen niet te doen. Waarom hij het een goed idee vindt om die hypotheekrenteaftrek wel te doen, wat wonen voor gewone gezinnen zoveel duurder gaat maken. En valt ons vervolgens aan op de concrete plannen die er zijn om juist verlichting te geven aan deze gezinnen, aan de modale inkomens, aan de hardwerkende Nederlander. Het is gewoon niet meer te volgen, zeg ik richting de heer Timmermans. Kunnen we alsjeblieft de Partij van de Arbeid weer terugzien, die er ook weer echt staat voor de werkenden en voor het behoud van die banen. Het positieve verhaal wat ik van vroeger ken. Ja, de interrupties zijn echt puntig, voorzitter. Voor de lange dag. Laat ik daar duidelijk over zijn. Op verzoek van collega Omtzigt is onderzocht hoe je beste armoede kan bestrijden. En dat is niet doorgaan met allemaal uitbreiden van de hele toeslagensystematiek. Dat is simpelweg
door het minimumloon te verhogen. En als je het minimumloon verhoogt, dan gaat ook het hele loongebouw mee en dan hebben mensen hebben dan meer te besteden. Dat is hardcore PvdA, kan ik u verzekeren, mevrouw Jessel-Gus. Hardcore GroenLinks, kan ik u verzekeren, mevrouw Jessel-Gus.